Welkom bij Koffie en Wol. Deze aflevering breidt Petra een randje aan de steeksjaal. Hebben we Sascha in de uitzending van Ala Sascha. En ik haak polswarmers en beenwarmers. Kijk je mee? Bij mij aan tafel zit Sascha van Ala Sascha. Welkom Sascha. Ik ken je vooral van je blog, Ala Sascha. Ja, klopt. Het is 2009 begonnen. Eerst veel met breien en wat andere hobby's. En steeds meer doorgegaan eigenlijk richting patronen schrijven. Veel gratis in eerste instantie en langzaam zo doorgestroomd naar betaalde patronen. Hoe lang haak je al? Ik ben begonnen met breien in 2009. Heel vaak geprobeerd te haken en ik kon het echt niet voor elkaar krijgen. En uiteindelijk denk ik 2 jaar later of zo dat ik pas begonnen ben met haken. Op een of andere manier was dat heel moeilijk. Maar je ging gelijk door je blog, je ging leren breien, je had je blog gelijk opgezet. Je dacht ik wil gelijk delen met andere mensen. En ging je ook direct ook patronen maken voor andere mensen? Vrij snel ja. In eerste instantie heb ik het gewoon echt geleerd vanuit YouTube, internet, gratis patronen. Zo leren breien en had ik ook zoiets van eigenlijk wil ik gewoon net iets anders maken. Dat is er nog niet. Nee. Dan maak ik het zelf wel. Ja. Op die manier. En ik vond het ook leuk om wat terug te doen. Er zijn zoveel mensen die hun tijd erin stoppen om gratis patronen te maken. Dat vond ik wel een leuke uitdaging om ook te gaan doen. Ja. En verkoop je ze via blog of heb je een webshop? Ik verkoop ze in principe via Ravelry en Etsy. De Amerikaanse platforms via waar je gemakkelijk patronen kunt verkopen. En je bent er ook vooral Amerikaans of Engels georiënteerd. Want je patronen schrijf je ook in het Engels dus? Ja, klopt. Eigenlijk ook omdat ik begonnen ben, dus via YouTube en alles begonnen, heb ik het geleerd via het Engels. Ja. En later pas in het Nederlands. Dus ik schrijf mijn patronen in het Engels. En later vertaal ik ze naar het Nederlands. En al mijn patronen zijn dus in beide talen verkrijgbaar. Ja. Leuk. Behalve de boeken. Behalve de boeken, die nog wel in het Nederlands dus? Ja, die zijn helemaal Nederlands. En hoe ben je daar toe gekomen? Door een boek? Dat ook niet zomaar... Nee, dat is iets heel spannends om te doen. In eerste instantie had ik al een tijdje het idee in mijn hoofd. Kumigurumi, dat is mijn eerste boek, dat heb ik samengemaakt met Dan Dennis. En eigenlijk is het concept poppetjes, dus amigurumi, gecombineerd met accessoires en kleding voor kinderen. Dus oma maakt niet alleen maar een paar sokken, maar heeft daar een lama bij met hetzelfde paar sokken. Wat grappig, je hebt hier iets van voorbeelden. Ja, klopt. Daar liggen de sokjes. De poppetjes hebben we hier niet, want die heeft Dennis dus allemaal ontworpen. Oh, natuurlijk, ja. Dus die zijn ook in zijn beheer. Dus wat dat betreft is het echt een samenwerking geweest. Ieder zijn eigen stukje, maar dat helemaal op elkaar afgestemd. En toen je tweede boek? Ja, Kanthaken was het volgende boek. En dat is eigenlijk... ander soort samenwerking. De uitgever zocht eigenlijk iemand die over het onderwerp kanthaken een boek kon schrijven. Gewoon omdat het er nog niet was. En dat leek me heel erg leuk om te gaan doen. Maar dat deed je nog niet. Dus je bent gewoon... Eigenlijk ben je van alle markten thuis. Je doet alles. Ja, klopt. Ik heb dus zelf in mijn eigen winkel had ik dan wel wat verschillende patronen. Die al een beetje de kant op gingen die ze zochten eigenlijk. Ja. Dus vandaar dat ook de link makkelijk gelegd was. Naar kanthaken. Ja. En je gebruikt dus voor kanthaker wel verschillende materialen, zie ik. Want ik zie dat je daar stonewashed gebruikt. Ja, dat is een stonewashed XL. En wol en katoen, dus alles gebruik je wel. Van alles. En dat was juist ook een beetje het idee om te laten zien van kanthaken. Je denkt toch gauw aan het gehaakte katoenen kleedje wat bij je oma op de schoorsteenmantel ligt. Dat was niet het idee wat wij wilden gaan doen. Heel veel verschillende dingen. Zowel dik als dun garen. Moeilijk, makkelijk, van alles door elkaar. Ja. En alle kleuren ook. En kleur, ja, veel kleur. Gemêleerd. En wat ik grappig vind, dat je dus alle patronen op verschillende manieren dus uitlegt. Dus hier heb je een tasje gemaakt. Ja. En zonder hengsel. Is het een, hoe heet het ook alweer, zei je? Een clutch. Een clutch. Heel netjes, heel deftig. Ja, ja, ik kreeg toevallig laatst een foto van iemand die hem als trouwtasje voor de dochter had gemaakt. Wat leuk. Dus, wat een compliment dan toch ook. Heel leuk, ja. Ik zie hele leuke zeepzakjes. Ja. Erg leuk. Mooi als cadeautje ook om te geven en te maken. Ja. En mooie polswarmers. Met kant. Ja, ja, ik heb ook een aantal variaties dat je meer, gewoon wel echt zoals dit ook. Het is gewoon echt een gebruikersitem. Maar dan net met dat kant effectje wat het toch iets chiques geeft. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat er veel verschillende dingen in staan. Heel uitgebreid boek. Ja. Ik zie ook nog een heel mooi barret heb gemaakt.
en een vestje. Ja. En ik zie ook nog een droomvanger achter jou. En heb je ook nog een tafelkleedje van gemaakt. Ja, het is eigenlijk een tafelkleedje. Maar je kunt hem dus ook gewoon op een kussen plakken. En je kunt er ook gewoon een droomvanger van maken. Ja. En al die instructies zijn ook zoveel mogelijk opgenomen in het boek. Om dus te laten zien, je kan er alle kanten mee op. Ja, dat mensen die zelf moeite hebben om dus dat te gaan bedenken. Heb jij het vast een setje gegeven. Ja. En nu ook je derde boek. Of komt die uit? Het derde boek komt in principe eind januari uit. En dat zijn de lappenpoppen. Je ziet er hier deze, een paar van op tafel liggen. Zo grappig, want het is echt geen vulling. Alleen in de kop, in het hoofd. Ja, ja, en sommigen hebben het nog wat in hun handjes. Maar voor de rest zijn het gewoon echt slappe poppen. Slappe poppen. Ja, de lappenpoppen. Het is echt gewoon het midden tussen een knuffeldoekje. Die je tegenwoordig toch ook wel heel veel ziet. Maar ja, dat is toch echt alleen voor baby's. Ja. En hiermee wilde ik eigenlijk meer iets maken wat zowel voor een baby heel leuk en heel schattig is. Maar waar kinderen ook gewoon nog lekker mee kunnen spelen. Ja. Ook voor verschillende materialen weer. Dit is weer het stonewashed, hè? Ja, de basiscollectie is helemaal met stonewashed gemaakt. Maar we willen natuurlijk laten zien dat je het ook heel prima van andere materialen kunt gebruiken. En dus daarom hebben we ook gewoon in het boek gewoon ideeën gegeven van 5 verschillende garen. Van, goh, als je dit garen gebruikt, ziet het er zo uit. Ja. En ik zie dat je hier voor mij tapestry techniek hebt gebruikt, hè? Ja, klopt. Bij een aantal... Mooi, dat je die scheidinglijn van het haar zo mooi ziet. Bij een aantal zit dat er ook bij, inderdaad. Daarom ze variëren ook heel erg in moeilijkheid. Nou, we hebben voor mij een goed inkijkje gehad in jouw haakwereld. Ik vind het erg leuk om allemaal te zien. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En ik zie je zo meteen bij het natafelen. Oké. En dan ga ik verder met haken. Ik heb voor deze aflevering deze polswarmers gehaakt. En, dat is niet het enige, ook deze beenwarmers. Ik heb 4 bollen gebruikt van Merino Aran van Katia. En ik heb 4 kleuren gebruikt, geïnspireerd op de kleuren van dit mooie jurkje. Want ze passen mooi bij elkaar, vind je niet? Maar je hebt natuurlijk veel meer andere kleuren. Van die 4 bollen kon ik met gemak dus beenwarmers maken en polswarmers. Ik heb ze gehaakt met een stersteek. Dat is een heel leuk steekje, want hij is heel compact. Dus let wel op dat je hem wel losjes moet haken, anders wordt hij heel erg strak. En dat wil je niet, want je wilt het lekker kunnen dragen. Ik heb de stersteek in het rond gehaakt. Dat is ietsjes anders dan dat je hem vaak ziet. Vaak wordt hij heen en weer in een rechte lap gehaakt. Dat is een klein beetje anders. Ik heb een ketting van los opgezet. Een meervoud van 2+3. Want de eerste ster die je maakt, neemt 3 steken in beslag. En de volgende sterren nemen 2 steken in beslag. Dus vandaar een meervoud van 2+3. De eerste ster is even anders dan de volgende sterren. Ik begin met 3 lossen. Dan haal ik de lus op vanaf mijn tweede steek. Steek hem door, haal hem op. Ik heb 2 steken op de naald. Ook met de tweede, of derde lossen, 3 steken op de naald. Dan de eerste steek van je losse ketting. De tweede steek van je losse ketting. En de derde. Je steekt hem 5 keer door. Je hebt je 6 lussen op je naald. Hou hem vooral heel los. Anders kom je straks niet door je steken heen. Ik haal ze in 1 keer af. En ik maak een losse. 1 halve ster gemaakt. Tweede ster. Ik steek door het hart in. Door een straal. Door de steek waar de laatste straal in zit. En dan een nieuwe steek. En een nieuwe steek. 6 lussen op de naald. Ik haal ze in 1 keer af. En dan lossen. Doen we nog een keer. Door het hart. Door de straal. Door de steek. En door een nieuwe steek. En door een nieuwe steek. In 1 keer afhalen. En dan lossen. Nou, bijna rondom. En ik maak een halve vaste in de eerste lus van de eerste ster. Dit is de eerste helft van je ster. Ik maak nu geen steek. Ik ga direct door met halve stokjes in elk hart van elke ster. Ik sla om. Ik steek het door het hart heen en een halve vaste. En in elk hart krijgt 2 halve stokjes.
En de laatste. En een halve vaste in de eerste steek, dat is deze. Nou, drie lossen voor de volgende toer. En we gaan opnieuw beginnen. Veel plezier. Vandaag ben ik op bezoek bij Zorgcentrum De Ruwaard in Os. En ik sta hier naast Ferry. Ferry, achter ons is de handwerkgroep bezig. Jullie hebben hier een handwerkgroep, vertel. Ja, dat klopt. Iedere donderdagochtend van 10 tot ongeveer 11:30 zijn er een aantal bewoners en vrijwilligers druk aan de weer met wol en dergelijke handwerkspullen om mooie artikelen te maken. En wat betekent zo'n handwerkgroep voor de bewoners? Nou, dat betekent heel veel, want bewoners die komen hun kamer uit, die zijn onder de mensen. Heel veel mensen zijn toch eenzaam. En door middel van leuke activiteiten proberen wij ervoor te zorgen dat mensen van de kamer afkomen en een gesprek met elkaar raken. Dus het gaat niet alleen maar om de dingen maken, maar ook het contact tussen elkaar. En wat maken ze zoal? Je kunt het dadelijk beter aan zezelf vragen. Ik weet dus hele mooie knuppels maken, baby-omslagdoeken en dergelijke. Maar ze zijn ook nu met het project van de Goed Gemutste Breiactie van het Nationaal Ouderenfonds bezig. En daar zijn ze heel erg actief in. Door deze actie krijgen wij steeds meer mensen binnen. En daar vinden de bewoners zelf ook leuk. Want je krijgt een ander gesprek als je mensen van buiten naar binnen haalt. Dat is waar wij het ook voor doen. Ja. Ja, leuk, ik ga de dames even ondervragen. Oké, nou veel plezier. Oh, wat bent u hier aan het maken? We zijn mutsjes aan het breien voor de... Voor het ouderenfonds? Ja, voor het oude, ja. Ja, ik zie hier al super... Sorry. Maakt niet uit. Ik ben zo druk bezig dat ik dat vergeet. Ja, en ik ben de hele dag met niks anders te doen, dus... Met de hele dag gewoon aan het breien? Ja, dat vind ik gewoon afleiding en dan... Ja. En het is een goed doel, dan. Dat telt ook dan, hè. En volgens mij ook super gezellig met z'n allen. Ja, jawel. En we maken ook wel eens grapjes. Maak ik ook wel eens grapjes? Gelukkig. En waar bent u mee bezig? Oh, heeft het even weggelegd? Ja. Een schortje? Nee, een kleedje. Een kleedje? Ja. En maakt u vooral kleedjes of nog andere dingen? Ja, tafelkleden. Heeft u zelf allemaal filmpjes gemaakt? Ja, ook wel. En ja? Veel pantoffels heb ik gebruikt, hè? Oh, pantoffels. Ja. Dat is uw specialiteit? Ja, dat heb ik veel gedaan. Misschien wel 40 paar, geloof ik. Trappenzakken en geborduurd, tafellakens geborduurd. Knap. Van alles een beetje. En wat gebeurt er dan met die projecten die u maakt? Nou, die worden hier verkocht, hè. En dan gaat het veel goed. Ja, dat is dan voor hier, voor hier. Mm-hmm. Maar dit is nou voor een goed doel, hè. Ja, precies. Ja. Voor het Nationaal Ouderenfonds. Ja. José, ben je hier zo terechtgekomen? Ja, eigenlijk zomaar uit mijn eigen. Ja, ik had tijd over, ik werkte niet meer, dus ik dacht ik ga me aanmelden bij het ministerhof om iets te gaan doen. En zodoende kwamen we bij het handwerk uit. Wat leuk, en handwerk je zelf ook? Ja, ook haken breien, bloem breien. Ja, dat is wel leuk om te doen. En wat doe je hier dan precies met deze dames? Deze dames doen we breien, haken, eentje doet de borduren. Ja. De ene maakt sloffen, mevrouw Rietman maakt heel vaak sloffen. Ja. Leuk, en nu hebben jullie enorm veel mutsjes gemaakt? Enorm veel, ja. Zit al echt over de 600. Ja. Cool, en merk je ook dat het de dames een beetje, omdat het voor het goede doel is natuurlijk? Ja. De dames ook enthousiaster of gemotiveerder zijn? De dames wel, ja. Ja. Alleen ze balen soms dat ze geen vlotjes kunnen maken, of die pompoenetjes, ja. Daar balen ze van. Want jullie zijn even de pomponnetjes aan het maken. Die de anderhalf uur wel dan. Ja. En ik begreep dat jullie heel graag nog meer mensen bij deze groep willen toevoegen. Ja, zeker weten. Wat moeten mensen nou echt weten over deze groep? Dat het kei gezellig is. Ja, de dames houden allemaal van een grapje en van een mopje. En... Ja. Ja. Dus iedereen aansluiten. Iedereen aansluiten graag.
Nou, ze hebben hier super veel mutjes gemaakt. En die dames houden hier wel van een grapje. Tot volgende keer! We zijn aangekomen in de winkel van Petra. En Petra, ik zie helemaal geen wol. Nee, geen bolletjes vandaag, nee. Maar accessoires. Ook leuk, want dan kan je haken en breien met een beetje hulp. Deze ken je. Die ken ik. Dat waren de tassenbodems, naar verschillende vormen. Nou, leuk tasje erop haken of breien is natuurlijk grappig. Nou, deze hoort ook bij een tasje. De voering. De binnenkant. De binnenkant. En, drie verschillende maatjes. Groot, kleine en klein. Maar deze heeft een magneetsluiting. Handig, 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 handig. En de kleinste heeft geloof ik een ritje. Een ritje. Ja, de kleinste heeft een ritje. Een etuietje volgens mij dan, denk ik. Nou, een groot etuietje. Maar ja, het houdt wel een beetje de vorm van je haak of breiwerk in stand. En kant en klaar, altijd handig. Ja, kant en klaar. We hebben er zo over nagedacht. Zeker weten. Hier hebben we een... Hey, we hebben er twee. Nou ja. We hebben een sokkenbreiapparaat. Een andere maat zeker is dat. Ja, dit is een emmetje. En dat is een elletje. Oh. Nou, en daar heb je dan, M&L geeft dus de maten aan. Grote voet, grotere voet. Maar dan kun je dus sokken punniken. Nou, hier ga je sokken opzetten. En dan kan je dus ook te hiel en alles via de beschrijving. Ja, wat kunstig, grappig. Hè? Kunstig. Nooit van gehoord. Nee, ik wist ook niet van bestaan, maar het hoort een beetje... Ja, dat geeft niet. Je hoeft niet alles te weten, toch? Zo heb je dit, kennen we natuurlijk wel, hè? Die ken ik of vroeger die met dat klosje met de vier spijkertjes. Ja. Ook leuk. En dan gewoon met zo'n pinnetje en dan steeds de steekjes overhalen. Heel goed voor de fijne motoriek. Heel goed voor de fijne motoriek. Maar natuurlijk willen wij wel eens hele lange dingen punniken. Op zich echt, wel grappig. Mens, toch? Ik heb een keer hele lange strengen en die heb ik gevlochten. En die ging langs mijn truitje, geloof ik. Ja. Maar ja, dan doe je dus gewoon... Kan je ook uitbesteden. Niet zo goed voor de fijne motoriek, maar wel nee, heel maar goed hij voor gaat het wel heel snel. Nou, dit is ook wel een klein maatje. De zooltjes van een slofje. Met handige gaakjes om ze vast te houden. Ja, dan kan je dus een bovenkantje op haken of breien. En dan heb je echt de zooltjes. En ook in meerdere maten, hoop ik. Nou, kindermaten hebben we nu. Oh. Ja, tot... Maar ze zijn er ook in grote maten, volgens mij toch? Ja, dat zou ook kunnen. Ja, ik heb ze wel eens gemaakt. Oh, wat grappig. Want de zool is eigenlijk het meest moeilijke, vind ik. En nu is het kant en klaar. Dus en deze meteen een beetje anti-slipperig en lekker warm. Leuk dus, hoor. Leuke dingen om op door te breien of en te haken. Ja, dat is, we haken op aan, hè. Maar we gaan zo meteen even verder breien met de stekersjaal. Ook leuk. Ook leuk. Vandaag gaan we het madeliefje breien. Paar op een rij. Die komt na de herhalingssteek van vorige keer. Daartussen 5 naalden grijze tricot en dan 1 naald recht in de zachte roze. Dan heb je de achterkant met extra omslagen. Maar ik ga nou even laten zien. En dat is eigenlijk dezelfde as uit de assensteek. Hoe je die lussen gaat draaien. En dan kan je de rest natuurlijk netjes nalezen. 1 steek gewoon recht. Dan kom je de dubbele omslagen tegen van je teruggaande naald. Dat zijn de 5. Die haal je af en die zet je weer terug. En dan denk je nu misschien ineens van, oh ja, ik weet het weer. Die haal je af, zet je terug op je linker naald. Steek je in de achterste lus en sla je om. En je haalt hem nog niet af. Nog een keer extra omslag. En weer insteken, want ik wil 5 steken terugkrijgen. Wat het eigenlijk ook was. In de achterste lus brei je gewoon recht. Dan haal je ze eraf en dan krijg je ook meteen die mooie draaiing. We doen er nog één. 1 steek recht zit er gewoon tussen. Die 5 dubbele omslagen laten vallen. Even terugplaatsen op je linker naald. Insteken in de achterste lus. Doorhalen en op je rechter naald laten staan. Een extra omslag erbij. Nog een keer insteken. Een extra omslag. En voor de derde keer insteken. En dan heb je weer 5 steken terug. En deze steek is gewoon met een andere kleur gebreid. Dus hetzelfde effect.
Heel grappig. Op de website kan je nalezen hoe je de hele steek kan vervolgen. En dan zijn we bijna klaar met steeksjaal. Nog een klein stukje, volgende keer. En de vraag van deze week is, hoe hou je draad vast als je haakt? De naald hebben we al gehad, hè? Hoe hou je de naald vast? En nu de draad. Dus, hoe hou jij je draad vast en je naald als je haakt? Hè? Breien, dat is een heel ander verhaal. Breien heb je ook verschillende varianten. Dus ik had hier al een lus in gemaakt. Nee, niet. Nee, niet. Maakt niet uit, dat kan je ook, hè? Ik moet even denken, hoor. Hoe ik dat... Dat denk je niet bij na, toch? Nee. Het gaat vanzelf. Zo? Ik heb hem helemaal niet vast, denk ik. Kan dat? Nee, je hebt gewoon... Om de haaknaald heen. Volgens mij leer je het zo op school. Nou ja, vroeger dan dus. Niet meer natuurlijk. Maar ik heb een schoondochter en die haakt dus net en die doet dus dit. Even kijken, want het was heel grappig toen ik dat zag met de lange draad. Die slaat dus met de rechterhand ook nog de draad om alsof ze... Aan het breien is. Sorry, Johan. Maar dan houdt ze haar... Dan doet ze ja, even wel, haar haaknaald loslaat. Houdt ze vast en dan slaat ze met de linkerhand, geloof ik. Misschien moeten we ja. een keer uitnodigen. Ze breidt haakond. Ja, ik hou hem niet vast dus. Jawel, je houdt hem wel vast. Gewoon tussen je houdt gewoon je vinger laag. Oké. Okay. Volgens mij zoals het hoort. Maar wat hoort? Ja, dat weet ik niet. Je ja, bent... Ik heb hem geloof ik zo vast. Geloof jij? Nou is het natuurlijk wel anders als je iets begint dan wat jij, hoe ja. je met je losse ketting. En als je daarna gewoon je hele haakwerk eraan vast hebt hangen. Maar ja, dat ik geloof heb hem wel niet vast. Anders. Maar ik denk ook dat hoe strakker je hem natuurlijk hebt, hoe strakker je spanning en je steek ook worden. De truc is hem natuurlijk toch om door je vingers te laten. Dit zou dat, is dat het verschil tussen vinger losse... omlaag. Want ik hou hem dus omhoog. Maar want mensen die maken het niet vaak zo. Lachen. Zo? Nou, ja, wel anders dan hoe jij het doet. Ik hou en jij wat. Hebt hem ook nog om je... Oh, wauw. Ik heb een hele constructie bedacht. Het ziet er wel heel chic uit met die pink omhoog. Ja, ja, maar dat doe ik dus koude altijd. Kak. Met thee drinken doe ik dat ook. Hou ik mijn vinger okay. omhoog. Ik ben verder helemaal niet kak of heel netjes of zo. Alleen hiermee. Maar volgens mij is het ook een beetje een turbo-houding, want je kan heel makkelijk zo. Kan je maar dus... spant dat dan ook of niet? Ja, ja, nu ik heb met mijn vingers ingevet, dus nu is het zo en zo een beetje dat het goed spant. Maar krijg je geen kramp in je vingers? Nee, nooit. Maar je bent het zo gewend. Ik ben het zo gewend. Dus, ik vind allemaal het iets anders. Grappig. Nou, dat was het weer. Ja. Heb je een vraag? Leuke opmerking? Laat het ons weten. Dit was weer de ene laatste aflevering, dus volgende week de laatste alweer. Tot dan. Doeg. Thank you.